Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Sorry, ik heb deze vakantie zo slecht gevlogd. Ik weet het, maar het lukt gewoon niet helemaal zoals ik het wil. Ik heb me net even klaargemaakt om te gaan zwemmen in het zwembad hier. En daarna gaan we even door om te lunchen ergens. We hebben een heel leuke lunchplek gevonden. En daarna weten we nog niet zo goed wat we gaan doen, maar ik neem jullie sowieso natuurlijk mee. Ik heb me klaargemaakt om te zwemmen. Oh wacht, ik moet nog zo'n sjaaltje meenemen voor mijn middel. Dat vind ik best wel fijn. En dan lekker zwemmen. Ik heb een sjaaltje gejat van Esme. Zo, even de handdoeken gepakt van mijn Esme. Dan gaan we lekker zwemmen. Wat man. Goed bezig hoor. Je schildpad zwemt. Ja, dat is heel tof. Gezwommen. Was heerlijk. Zo, zie je het uit hier? Ik ben eigenlijk heel gebruik geworden voor mijn doen. Kan je helaas niet zo goed zien. En daarna heb ik gedoucht. Heb ik opgefrist. En ik ga me nu zo even klaarmaken. En dan gaan we even ergens lunchen. Ik ga eerst de insectenspray pakken. Want ik heb echt last van die insectenbeetjes overal. En ik zit er helemaal onder. Dus dat ga ik nu even doen. Dit is echt mijn favoriete spot van het huis. Het is zo chill. In de ochtend ontbijten we hier elke dag. De deurtjes zijn hier ook echt cute gewoon. Kijk het hoekje. Alleen ik ben echt bang geworden van het stoeltje. Want het was gisteren dus een andere Esme bijgekomen hier. En zij zei, dit soort stoeltjes komen altijd voor in thrillerfilms. En dan gaan ze opeens zo random zo uit het niks zo bewegen. Zo eng. Deze blouses hebben mij deze vakantie echt gered. Echt een aanrader voor als je op vakantie gaat. Koop dit soort blouses. Het is gewoon een maat 42 of zo. Maar die zijn zo chill. Oké, wij zitten nu een beetje dus te kijken wat we aan gaan doen. We komen er niet echt uit. We hebben echt van die Spaanse outfitjes. Afrikiki rokjes. En voor alles en nog wat. We hebben ook van zo'n schattige outfitje. We gaan even kijken wat we aan gaan doen. Waarschijnlijk willen we het wel een beetje op elkaar afstemmen, zeg maar. Dat vonden wij wel leuk. Zo, ik heb mijn haar net gefund. Ik heb even vastgedaan. Ik ga mijn make-up eerst doen. En ik ben nu bezig met mijn concealer. Ik zit een beetje te twijfelen welke wimpers ik ga gebruiken. Deze zijn een beetje overdreven. Maar die vond ik laatst best wel leuk op de foto. Zagen leuk uit op de foto. En deze zijn van Queen Tarzi. En het is de model Nila. Die is ook heel mooi. Ik ga vandaag dus een Sephora lipliner opdoen. Met die Fenty lipgloss. Ik heb het nu op en het is zo mooi. Kijk hoe mooi het eruit ziet. Die Fenty lipgloss. Ik ben er echt fan van. Ik vind lipgloss normaal gesproken nooit echt heel mooi. Maar ik vind deze... Trouwens zijn mijn nieuwe wimpers van AliExpress. Ik ben er echt blij mee. Ik ben inmiddels ready over belichting. En... Oh, ik ga weer even naar beneden. Oeh, dan heb ik veel beter licht. En dit is mijn outfit. Ik heb zo'n crop top aan van de Zara. En een Afrikiki rok van de Zara. Esme gaat me zo wel filmen. En dit is Esme's outfit. We zijn echt Afrikiki vandaag. Vandaag wel, ook maar als ik gewoon een outfit kom. Mee met mij. Bobbeling, 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 bobbeling.
Wij zijn nu in een dorpje en het heet Besalu. En wij zijn nu een beetje rondlopen hier. Kijk één keer deze stoel gewoon op. Het is een reuze stoel. Ja, maar ik weet het niet zo. Zo gaaf. Kijk die stoelen hierboven. Zo grappig. Wij zitten inmiddels weer in de auto. Heel braaf achter. Kijk haar dan. Wapperen. Spaanse chica. Wat gaan wij nou doen? Leg eens uit aan mijn kijkers. Wij gaan nu... Ja. We gaan nu cava proeven. Eigenlijk is het gewoon champagne, maar dan niet uit de champagne streek. Dus nee, het is geen champagne. Dus dezelfde die ik weet... Ik had geproefd met oud en nieuw. Zo'n soort. En ik vond die super lekker. Dus dat gaan wij doen. En waar waren we net? Besalu! Oh, gecheat! Quattro copas? Si. Si. Nou, daar gaan we dan naar, hè? Hey, wij hebben net een beetje cava lopen proeven. We zijn nu bij de supermarkt. Ik ga hier een schermers halen, want die ben ik niet vergeten. Oh, die is echt schattig. Oh, so cute. Laat maar zien. Het lukt niet, hij is kapot. Laat maar. En wij gaan ook nog even lekker boodschapjes doen. Wij zijn net thuis. Ik heb net mijn nepwimpers eraf gehaald. Want ik had er echt weer een beetje last van. Dus nu voel ik me wel weer een beetje chill. Ik ga even andere kleren aandoen. Even lekkere kleren voor in huis. Dan gaan we denk ik op het balkon zitten. We hebben net snacks en drinken gehaald bij de supermarkt. Echt een mega supermarkt gewoon. En denk ik op het balkon even snacken. That's it. Dat was ons dagje alweer. Het is nu ongeveer 7 uur. Tijd gaat hier echt veel sneller. Ik ben trouwens erg blij met mijn nieuwe make-up van de Sephora. Ik had niet heel veel gehaald. Maar wat ik heb gehaald, ben ik echt super blij mee. Ik heb, even kijken wat ik alweer gehaald. Lipliner van de Sephora, dat was gewoon normaal. Maar ik vond het wel de perfecte kleur voor mij. En ik heb die van die Lip Gloss, die is echt zo mooi. En een Kat van die Liquid Lipstick. Die zijn echt super goed. Ze zijn echt mijn favoriet nu. Maar ze heeft niet zoveel mooie kleuren. Dat was de enige kleur die een beetje normaal was. De rest was een beetje raar. Jammer dat ze niet andere kleuren ook heeft die een beetje geschikt zijn van mij. Ik ga denk ik weer dit blouseje nu aandoen. En dan ga ik chillen. Ik mijn sieraden ook eraf. Hi girl. Hoe vond jij onze dag vandaag? Lekker Spanish. Hoor je mij? Hoe vond je onze dag vandaag? Oh, je bent aan het filmen, sorry. Dat ik lekker Spanish, zei ik. Zo, we hebben echt een hele Spanish dag gehad vandaag, hè? Zie je. Dat wilde je toch? Ja, vandaag was het echt een Spaanse dag. Gisteren waren we naar outlet gegaan. Toen zei ik tegen Esme van, nou eigenlijk wil ik... weer een Spaanse dag. Morgen echt iets heel erg Spaans doen. Nou, dan krijg je dat, hè? Dan regelen we dat voor jou. Ja, en zo het was ook nog mooi weer en het heeft niet geregend. Ja, misschien hebben wij de regen weer ontsprongen. Ja. Want we hebben ook alleen maar onderweg regen gehad, eventjes een keertje. Klopt. Gaan we hier een beetje oprennen. Kapot veel troep. Kijk wat Esme voor ons heeft gemaakt. Ik ga lekker tomaatjes eten met mozzarella. Yummy. Wij gaan nu dus lekker slikken op de balkon. We hebben lekker een slaatje. Ik heb ginger ale voor mezelf gekocht. Dat vind ik echt super lekker. Het is trouwens echt super donker. Ik ga bij deze de vlog ook meteen afsluiten. Want ik ga niet meer vloggen. Ik hoop dat jullie deze vlog een beetje leuk vinden. Het is een beetje waar. Het is niet zoals ik normaal zou vloggen.
Maar ik hoop dat jullie het alsnog een beetje leuk vinden. En ik zie jullie dan morgen weer. Doei doei!